Op een stuk grond in Bennekom Noord, tegen de ecologische zone Kekerland aan, heeft de eigenaar eind februari onderhoud uitgevoerd. Er is gesnoeid en gekapt. Dit roept de nodige vragen op bij de raadsleden Judith Klosterman van GroenLinks en Monique Emme van het CDA. We staan op deze locatie en dat is een stukje grond. En dat stukje grond is van een particulier. En onlangs is hier een grote kaalslag geweest. In 2 dagen tijd zijn hier allerlei struiken en bomen gesnoeid. Nou is het particulier goed recht om de boel te snoeien. Alleen voor bepaalde bomen heb je een vergunning nodig. En die is niet aangevraagd. En naar aanleiding van allerlei vragen van omwonenden heb ik vragen gesteld aan het college hoe dit kan. En voor de natuur is dat een schok. En zeker zo in het voorjaarsseizoen als al het op gang komt. Ik stel me zo voor dat hier heel veel vogels in gezeten hebben. Die aan het plannen waren maken om ergens een nestje te bouwen. En ja, dat is nu ineens allemaal weg, die kans. Ik heb ook begrepen dat de Japanse duizendknoop hier heeft gezeten. Ja, er zijn stukjes blijkbaar hier waar de Japanse duizendknoop heeft gestaan. Daar moet je eigenlijk heel zorgvuldig omheen snoeien en zorgen dat dat maaisel niet overal tussen komt te liggen. Want elk stukje stengel kan weer gaan groeien. Dus dan heb je hier echt een heel vervuild stuk grond straks als die duizendknoop verspreid is. Ik heb ook begrepen dat er best wel bijzondere dieren hier hebben gezeten. Ik heb het zelf alleen maar van horen zeggen natuurlijk, maar er zitten hier sowieso hazen, spechten, fazanten. En waarschijnlijk ook een heleboel zangvogels, want die zitten meestal in zulk struikgewas. Ik heb samen met GroenLinks vragen gesteld over het snoeien van bomen. Daar stonden een aantal bomen en daar is geen vergunning voor aangevraagd. Hoe het kan dat je dat zomaar kan doen op een particulier stuk. Heeft de gemeente die particuliere stukken in beeld? En wat gebeurt er als je bomen snoeit zonder een vergunning? Hoe is de handhaving daarop? Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de handhaving. Want het is natuurlijk iedereen hierom omheen die zit te kijken van wat gebeurt er nu? Hè, kan dat zomaar? Want dan weet ik ook nog wel een paar bomen die ik kwijt wil. Dus ja, het is denk ik belangrijk dat hier heel goed vervolg aan wordt gegeven. En ook voor het grotere geheel van de gemeente Ede. Doen we dit wel goed? Zorgen we wel goed dat ook particuliere bomen, dat er netjes mee omgegaan wordt? Het grenst aan het Kekerland. Dat loopt een stukje hierachter. En dat is het landschapspark wat de gemeente heeft benoemd. Om te zorgen dat hier gewoon allerlei dieren kunnen vluchten. En even het dorp kunnen ontvluchten. Ja, omwonenden waren verbaasd. Er lopen hier heel veel mensen die hun hond uitlaten. Kinderen maken hier hutten, kinderen spelen hierin. De omwonenden wisten hier niks van. En het is in 2 dagen tijd kaal gemaakt. En ze vroegen of er vergunningen waren en die zijn er gewoon niet. Ik hoop dat het college in beeld heeft welke stukken grond er in Ede zijn. Welke bomen daarop staan en of er vergunningen worden aangevraagd voor die bomen. We hebben natuurlijk nog geen antwoord op de vragen, dus we hopen dat we een goed antwoord krijgen. En dat er een soort plan komt om te bewaken dat het consequenties heeft als je dit doet. En dat ook goed gemonitord wordt of bijvoorbeeld compensatie of die ook echt gepland wordt. Want het is een mooie omgeving. Het is hier heel mooi, ja. En dat moeten we zo houden.